Meneer Mertens, u weet wat die regering zegt. Ze zitten niet mee aan tafel hier. Maar mensen houden op het einde van de maand netto wat meer over. Er komen ook jobs bij. Daar kan u niet tegen zijn. Wat blijkt is dat de meeste mensen moeten inleveren op het einde van de maand. En, het zijn vooral de sociaal zwakkeren die moeten inleveren, overal. In alle steden, in alle gemeenten. Het zijn ook de werkende mensen met een indexsprong, met langer werken, met dat soort maatregelen die moeten inleveren. En als je dan bekijkt, 3,2 miljard tekort in de begroting, 2,2 miljard de week nadien, de dag nadien, na een nachtje kijken naar dat gat, zou dat nog gekort zijn naar 1,4 miljard. En dan moet je keuzes maken. En wij zeggen, je kan het niet meer gaan halen bij werkende mensen, bij mensen die een uitkering trekken en zo verder. Laten we eens een keer durven naar boven kijken. Laten we een keer bijvoorbeeld de emotionele interestaftrek aanpakken. Dat heeft ons land 40 miljard euro gekost op 10 jaar. Met de studiedienst van de PvdA hebben we dat uitgebracht. Onze parlementariërs hebben een wetsvoorstel ingediend. Hetzelfde voor de excess profit rulings, die ons land 700 miljoen euro kosten. En wij krijgen het eigenlijk op een schoteltje aangeboden van Europa. Want Europa zegt tegen ons land, jullie zijn onwettig bezig met die subsidies aan die grote multinationals. Vraag dat alsjeblieft terug. En onze regering die kijkt daar niet naar en die probeert toch opnieuw nu het geld te gaan zoeken bij wie het niet heeft, bij de werkenden, bij de mensen met een uitkering. Ja. En daar hoor ik natuurlijk nooit het Vlaams Blok over. Het Vlaams Blok kijkt nooit... Kijkt nooit naar boven, kijkt nooit naar die 1%, kijkt nooit naar die dossiers zoals nationele interesse. Ik heb het allemaal gezocht op de website, het is absoluut niet te vinden. Het heeft het alleen maar over nieuwe structuren, de onafhankelijkheid van Vlaanderen en zo verder. Meneer Mertens, uw partij en ook mijn partij zijn twee partijen die in die volkswijken zitten. En wij weten dat er heel wat armoede is achter Vlaamse deuren. Veel verdoken armoede. Ik hoor dat altijd op tv. Wij komen op voor de kleine man. Maar als wij in Hoboken, in Deurne, in Turnhout, in Mechelen, in de volkswijken zijn, dan zien we ze nooit. Als wij bij acties zijn voor de kleine man in Turnhout, in Mechelen, die opkomt voor betaalbaar wonen, die opkomt voor zijn gezondheid in zijn wijk en zo verder, dan zien wij het Vlaams belang nooit. Dat is een betoging. We worden fysiek afgedreigd door uw militanten. Meneer Van Grieken, wat een hypocrisie. Mag ik uitspreken? Ja, u zou beter wel beleefdheid tonen, trots die van onze militanten. Als het gaat over de sociale politiek die wij verdedigen voor de kleine man, welke nationaliteit, welke kleur hij ook heeft, dan heb je het over samenwerking aan de basis vanuit de volkswijken om een andere politiek af te dwingen. En daarin heb je een politiek van solidariteit nodig. Wat zij doen, zij zetten die kleine man tegen elkaar op. Ik ga één voorbeeldje geven. Wij hebben 11 praktijken met geneeskunde voor het volk. Ja. Die patiënten die wij, duizenden patiënten die bij onze dokters komen, die last hebben van rugproblemen, die last hebben van stress en burn-out en zo verder. Wat is hun probleem van die patiënten? Toch niet hun religie, toch niet hun nationaliteit. Hun problemen zijn hun leefomstandigheden, hun arbeidsomstandigheden, hun werkomstandigheden. En wij zeggen, laten we die problemen samen aanpakken. Laten we samen proberen een sociale politiek te voeren in plaats van de chaos te organiseren onder elkaar. Waar we elkaar dan in vinden, is bijvoorbeeld de illegale staatssteun aan die multinationals. Ik vind dat we dat moeten gaan terugvragen. De nationale interestaftrek, ik vind, dat kan ter discussie staan, maar dan wel met die verstande dat de verlaging van de vennootschapbelasting tegelijkertijd op tafel ligt. Daar zijn ook mogelijkheden toe. Zelfs zeker Vlaams Belang, meneer Mertens, ja, als ik noem het daarnet in Europa, zie je die tendens, dat moet u zorgen baren of ziet u ook links alternatief dat groot wordt? Het zijn beide natuurlijk. Het is uiteraard zo dat in onze buurlanden extreem rechts de wind in de zeilen heeft. Dat is zo in Duitsland, dat is zo in Frankrijk. Langs de andere kant zie je natuurlijk ook landen zoals Portugal, Spanje en zo verder. Je ziet het zelfs in de Verenigde Staten, waar je enerzijds Donald Trump hebt, dus de grote broer van Tom van Grieken, en langs de andere kant Bernie Sanders. En je ziet dus in Europa dat je met Europa op een kruispunt zit. En Europa kan drie wegen op. De eerste weg is een autoritaire Europa, een Europa van ongelijkheid, maar dan onder Duitse leiding. Dat hebben we gezien in de Griekse crisis. Een tweede weg is het Europa van de muren, de Europa dat uit elkaar spat, het Europa eigenlijk dat uit elkaar spat van het chauvinisme. Dat is de weg die het Vlaams Blok wil doen. En een derde weg is een Europa waar eindelijk die problemen is aangepakt worden. Een Europa waar eindelijk is geïnvesteerd wordt om die sociale ongelijkheid die altijd maar groeit, om die tegen te gaan. Waar geïnvesteerd wordt in de klimaatontaarding, om die tegen te gaan. Dus we hebben in Europa in plaats van een besparingspolitiek, een investeringspolitiek nodig. En overal in Europa, of dat nu Corbyn is in Groot-Brittannië, Podemos is in Spanje, zijn er mensen, is er een basisbeweging aan het groeien in Europa die dat in vraag stelt. En daar maken wij met de PvdA deel uit van die grote linkse basisbeweging die in de Verenigde Staten aan ons ontstaan is en die hier ook in Europa aan het ontstaan is. U maakt daar hier deel van uit, maar tegelijk misschien in een rijk en welvarend Vlaanderen vinden mensen dat al bij al nog meevalt, want ook links blijft hier klein, hè?
Nee, natuurlijk. Je hebt een werk van lange adem. Hè. Je staat voor een werk van lange adem. En het verschilt van stad tot stad, het verschilt van regio tot regio. In Antwerpen zijn wij 10%, zijn wij groeiend. We zijn ook groeiend ten aanzien van de laatste verkiezing. Dus we zijn een partij die in de lift zit, maar nog niet zoals Podemos in Spanje. Dat is zeker. Nog niet zoals Bernie Sanders in de Verenigde Staten. Maar het is zeker, als het daar regent, dan zal het hier ook druppelen. Je voelt die onderstroom van mensen die het beu zijn dat de politiek in de zakken van de kleine man zit. Ja. En die het eveneens beu zijn om dan te zeggen, we moeten stampen en trappen naar degenen die onderaan de ladder staan. We gaan in plaats van naar boven te kijken, de rug te richten, fier te zijn voor een oplossing van samenleving te zoeken, we gaan stampen naar onder. Want dat is natuurlijk de verdeel- en heersstrategie die op korte termijn gaan. Ja, de grootste humanitaire crisis ooit, miljoenen mensen op de vlucht. Wij hebben er nu een 35.000 nieuwe asielaanvragen. Maar zou je vanuit solidariteit niet meer asielzoekers hier moeten opvangen? Het is duidelijk dat wat er nu gebeurt en dat het akkoord dat met Turkije is gesloten, dat niets gaat oplossen. De asielcrisis is niet opgelost. En wat mij een beetje stoort... Maar hier op die OS, fundamenteel, ja, als we solidair zijn, landen als Nederland... We hebben absoluut... Zweden, 200.000, vangen er veel meer op. Hè? We hebben dus een Europees spreidingsplan nodig, waarin dat elk land zijn aandeel opneemt. Dat is absoluut belangrijk. Twee, heb je een humanitaire corridor nodig. Als je iets echt wil doen tegenover die mensensmokkelaars en zo verder, heb je een humanitaire corridor nodig. Maar drie, laat me dat toch alsjeblieft ook zeggen, we moeten ook op die oorzaken werken. Want in dit debat zitten wij helemaal gefocust op de gevolgen, op de symptomen. Ik ben bij de politiek gegaan om op oorzaken te werken. Ik ben niet bij de politiek gegaan voor het geld. Ik verdien €1600. Ik ben bij de politiek gegaan om op de oorzaken in te gaan. En maar de destabilisatie... Even heel concreet, dus een spreidingsplan. We vangen er 35.000 op. Oostenrijk 80. Zweden 200.000. Dus dat... 35 is eigenlijk... Is dat niet? Dat is relatief weinig. Maar je moet dat in Europees perspectief zien. Je moet dat met Europa kunnen doen. En je moet alsjeblieft werken aan de oorzaken, aan de destabilisatie van de regio. Want ik heb één concrete vraag... Aan u, meneer Van Kriek, één concrete vraag. In 2001 hebben we Afghanistan gebombardeerd. Resultaat, miljoenen vluchtelingen. 2003, Irak. 2011, Libië. 2014, Irak terug. Jullie hebben vier keer pro-gestemd. Vier keer pro-gestemd. En mijn vraag aan u is, meneer Van Kriek, heel concreet. Hebt u nu spijt dat u een stemming vier keer hebt meegestemd die de vluchtelingenaantallen heeft doen groeien? Dat is een eenvoudige vraag. Dat is een eenvoudige vraag. Niet meegestemd. En ik zeg het nu, ik zal antwoorden op je vraag. Ja, ik vind het een vergissing geweest voor Irak en Afghanistan te bombarderen. Ik vind dat een vergissing voorgelogen geweest door Amerika. Ja, meneer Mertens, nog één vraagje eigenlijk. Die asielcrisis, vriend en vijand erkennen dat hier wel vrij goed is opgevangen. Iedereen die er is, heeft bed, pad, brood, begeleiding. Kan u een pluim geven aan Theo Franken? Nee, waar het over gaat is dat we op een aantal assen werken. En als wij in Europa geen echte discussie gaan hebben hoe dat we met die asielcrisis gaan omgaan, dan is een van de mogelijkheden dat Europa terugvalt naar een Europa van eigen grenzen, naar een nauw, klein en geestig Europa. En dus we hebben in Europa dat spreidingsplan nodig. We hebben die humane corridor nodig om mensen die haven en goed verlaten, om die menswaardig op te vangen. En we hebben een Europees solidariteitsplan nodig. Ons voorstel, heel concreet, wij hebben een concreet voorstel om de speculatietax waarvan sprake in Europa, de Tobin-tax, om het geld dat daarvan gebruikt, dat zou opleveren, om dat te gebruiken voor een Europees solidariteitsfonds om dat spreidingsplan te betalen. Er is een logica tussen beiden, want diegene die speculeert met olie, diegene die speculeert met voedsel en zoveel, diegene die de economische onevenwichten in deze wereld veroorzaken, diegene die ervoor zorgen dat er op dit moment maar 62 multimiljonairs zijn die de helft van de wereldbevolking hebben, heft daar een speculatietax op, de Tobin-tax. 10 landen in Europa zijn voorstander ervan en gebruik dat geld om die humanitaire crisis op te lossen. En twee, zorg ervoor dat we inderdaad stoppen met die NAVO-bombardementen in die landen en met de destabilisering in die regio. Want anders ben je met het symptoom bezig. Dus wij hebben een heel constructief voorstel de Tobin-tax te gebruiken voor een Europees solidariteitsfonds om die humane crisis te leiden. Dat is eigenlijk ook wat u wil, want dan los je het probleem humanitair hinder op. Ik stel voor dat we het iets makkelijker kunnen doen. We geven vandaag veel geld aan ontwikkelingssamenwerking. Dus verdedigt u uw programma, zal ik het mijne verdedigen. Dat zal het makkelijk zijn. Ik vind het makkelijkste. Een pak moeilijker dan het mijne. Ik zeg stel vast dat we voldoende geld geven aan ontwikkelingssamenwerking, maar we geven
geven een blanco cheque. Waarom stemt u dan tegen? Waarom stemt u tegen de verhoging dus in het parlement? Het budget verhogen van ontwikkelingssamenwerking. U hebt tegengestemd. Ja, natuurlijk, we veel voldoen. Ja, maar u zegt hier het tegendeel. Nee, u zegt hier het tegendeel. U zegt A hier en B ginder. A hier en B ginder. Toch weinig beleefdheid. Voor toch zo'n veel oudere man te zijn qua beleefdheid kunnen we iets leren van mij. Maar waarom stemt u tegen dan? Waarom stemt u dan tegen? Ik wil geen verhoging van de ontwikkelingssamenwerking. Ik wil het tegendeel. Nee, net zei het tegendeel. Ik zal u zeggen wat ik zei. Ik zei dat we het ontwikkelingssamenwerking beter kunnen inzetten en dat kunnen investeren in regio's waar het echt nodig is. Zoals bijvoorbeeld in de buurt van Syrië. We moeten niet meer ontwikkelingssamenwerking hebben. We moeten dat beter spenderen en meer geld investeren van dat deel in echt humanitaire hulp. Niet meer ontwikkelingssamenwerking, juist inzetten. Ja, verschuiven van geld, dat is wat je doet natuurlijk. Maar gevolgen, misschien moeten we eens een pianoles volgen, want... U drukt altijd als een heel gecrispeerd man op diezelfde valse noot. Heel gecrispeerd. Als je piano speelt, heb je twee handen. Een baslijn en heb je een melodielijn. Ja. Dat vloeit in elkaar. En als je voor harmonie in de samenleving wil zorgen, dan moet je piano spelen in plaats van diezelfde gefrustreerde... Slaat u nog wat mensen van ons uit. Steek maar al onze kiezers in corona-kwaliteit. Dank u wel, heren. Dank u wel, heren. Het is een mooie beeldspraak, een streepje muziek in. Politiek, het is de laatste minuut. Dan leggen we dilemma's voor. Niet omdat dat leuk is, maar vaak veelzeggend. Politici moeten soms moeilijke keuzes maken. Ja, meneer Mertens, u moet kiezen. Kort en bondig, de laatste communistische leider, Kim Jong-un van Noord-Korea of Obama? Obama. Toch Obama? Ja, uiteraard. De leider van de grootste kapitalistische natie? Ja, maar in ieder geval geen dictator zoals Kim Hubbelepup. Niet de laatste communist. Nee. Philip de Winter of deze nieuwe stijl Vlaams Belang van Grieken? Dus het origineel of de kloon van het origineel, daar kan ik niet tussen kiezen, sorry. Ja, dank u wel, heren.